Ja, ik loop wel eigenlijk hier vanaf zelf vanaf mijn 15 jaar eigenlijk van mijn, eerder al, maar werk ik hier in de zaak. Dus dat is al een hele tijd. Ik hoorde dat u ermee ging stoppen. Waarom is dat zo? Ten eerste omdat ik de leeftijd tegemoet ga van pensioen. En de plannen die we nu gemaakt hebben gaan voortvarender als dat we eigenlijk zelf gedacht hadden. We hebben eigenlijk de grond verkocht aan een projectontwikkelaar. En die is met plannen bezig om hier appartementen neer te gaan zetten. En ook mede reden omdat we eigenlijk de vergunningstelsel wat ik heb voor mijn detailhandel aan mijn groothandel hangt. Dus ik moet mijn groothandel blijven draaien. Willen we de detailhandel kunnen blijven handhaven. En dat zien we niet zitten. Dus vandaar dat het nu het doek gaat vallen, zeg maar, voor Admiraal de Wit. En u zei dat u hier al een hele lange tijd in de zaak staat. Wat is dan het leukste wat u hier heeft meegemaakt? Ja, er zijn hier zoveel leuke dingen en anekdotes te vertellen. We vergeten nooit meer één keer die man die noemde ze de Prak. Een bijnaam, dat is een Kattekse naam. En toen zei iemand in de kantine van om 12:30 van kom, ik ga mijn Prakje opeten. En toen ontplofte er wat en iedereen lag dubbel van het lachen natuurlijk. Dat zijn best wel leuke dingen die je dan meemaakt. En wat gaat u dan het meeste missen? Eigenlijk de contacten die je hebt met je klanten. Want ja, eigenlijk doordat je altijd aan het werk bent en veel uren in je zaak stopt, heb je eigenlijk maar heel weinig sociaal leven. Dus dat moeten we wel een beetje op gaan opbouwen. Waar kijkt u het meest naar uit als u hiermee stopt? De rust en dat het even niet meer moet. Die zorgplicht voor je klanten en dat je dat, dat je daar eigenlijk niet meer aan hoeft te denken. Dat je zegt van nou dat die last van je af van nou, de zorg ben je kwijt.